Hoezo bestaat virtual reality al ruim 200 jaar? Dit is de Universiteit van Nederland. Nou, virtual reality, een computergegenereerde wereld. Dat is eigenlijk heel mooi. Je kan eigenlijk naar plekken waar je eigenlijk normaal niet naartoe kan gaan. Denk maar aan dat je bijvoorbeeld in de oceaan met haaien kan gaan zwemmen. Hartstikke mooi, haaien om je heen. Of, als je het nog spannender wilt aan, doen met je vrienden naar de maan. Daar kan je met z'n allen rondlopen op de maan. Je kan de wereld zien. Of, als je het nog gekker wil maken, je kan op een rug van een dinosaurus klimmen en rondvliegen over een stuk stad. Je kan andere dino's zien rondlopen. Zo gek, als je het maar kan verzinnen, is het mogelijk in virtual reality. Nou, in Delft doen wij hier onderzoek naar. Daar kijken we hoe virtual reality wereld we kunnen maken. Maar wat we ook interessant vinden is hoe mensen daarop reageren. Nou, ik kreeg vroeger altijd een enorme standaardvraag. Er kwamen journalisten bij mij langs in het lab. En dan vroegen ze altijd van, nou, dat is wel heel mooi, zelf proberen. Maar dan kreeg ik altijd de vraag, hebben mensen dan niet door dat het nep is? Zien ze dat dan niet? En ik probeer dan heel netjes uit te leggen. Zo van, nou ja, mensen die reageren dan erg natuurgetrouw eigenlijk wel. Maar toch zat iedereen toch een beetje aan te kijken van, het zal wel. Tot op 26 maart 2014. Op die dag, na die dag, heb ik die vraag nooit meer gehad. Wat is nou speciaal aan die dag? Op die dag ging Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door, werd hij uitgenodigd om een ritje te maken in een rollercoaster in virtual reality. En daar gaan we even naar kijken. Toen kreeg ik die vraag niet meer. Maar nu denk je van, hoe oud is dat nou eigenlijk, virtual reality? Nou, eigenlijk is het best wel oud. Je kan het zelfs herleiden of teruggaan als je kijkt bijvoorbeeld naar 1789 eigenlijk al. Toen was er een Ierse schilder, Robert Marker. En wat ging hij maken? Hij ging panoramische schilderijen maken. Schilderijen die eigenlijk helemaal om je heen. En hij bracht dat, hij had een schilderij gemaakt van Edinburgh en die ging hij exposeren in Londen. En al die mensen wilden dat graag zien. Nou, hoe zag dat er nou uit? Ik heb er een plaatje op de achtergrond, daar zie je zo'n opstelling. Leicester Square had hij zo'n gebouw gemaakt. En als je dan binnenkwam eerst, ging je eerst door een soort donkere gang. En dat deed hij opzettelijk natuurlijk. Want je werd eigenlijk afgesloten van de buitenwereld. En later liep je door die donkere gang en dan kwam je er boven op een podium terecht. Een lang podium, je kon er niet helemaal naar voren lopen, tot een hekje eigenlijk. En als je om je heen keek, zag je overal een schilderij. En dan wat deed hij? Een truc. En de truc was dat hij zorgde dat je niet de onderkant van het schilderij kon zien. Want dan kon je zien dat het nep was eigenlijk. Dus eigenlijk door het podium kon je dat niet zien. Maar ook boven hem, dat kan je zien, zie je die kap, kon je niet helemaal naar boven kijken. Dus je kon die rand van het schilderij niet zien. Nou, hoe echt was het nou? Dat kan je ook zien in die verslagen. En het interessantste zijn er twee. Is bijvoorbeeld King George III en zijn vrouw, Charlotte, die zijn ook geweest. En dan stonden ze bijvoorbeeld op een schilderij eigenlijk achterop een schip. En het schijnt dat de koningin heeft gezegd toen, ik voel me wat zeeziek worden. En ook leuk zijn de rapporten van mensen die een hond meenamen. Er is er één, die schrijft dat zijn hond dus zo in het schilderij wilde springen. Zo echt vonden ze het. Maar misschien was het ook de content, hè, wat er getoond werd, wat zo aangrijpend was. Want wat ook verslagen zeggen, is dat sommige vrouwen flauw vielen en afgevoerd moesten worden. Zo schokkend was het. En zelfs werd het in de advertentie gemeld dat mensen met een zwak gestel moesten misschien toch maar niet komen. Nou kan je je afvragen, hoe doen we dat tegenwoordig? Nou, wat een beetje vergelijkbaar is eigenlijk een cave. Een cave is eigenlijk een kamertje waar je in staat. En op de wanden wordt eigenlijk een virtuele wereld geprojecteerd. En dan sta je dan in met zo'n bril die je nu bijvoorbeeld in de bioscoop op hebt. En als je er om je heen kijkt, zie je dan een virtuele wereld. Nou, een cave is wat duur. Dus wat wij vaak gebruiken, is een computerbril. Nou, heb ik even rondgekeken in mijn lab in Delft en wat brillen meegenomen. En ik wil je wat over deze brillen vertellen. En ook een beetje over de geschiedenis, het verlopen van. Dus als je deze, dit zijn wat de oudere brillen. En als je naar de prijsklasse, en dat vind ik het interessantste tegenwoordig, deze brillen, deze ongeveer klasse 10.000. Zit een beetje, vroeger was het vrij duur.
Dan loopt het een beetje. 1000 euro, kan je zeggen. En nou zien we die verandering komen. Dit is dan rond de 300. En nou gaan we naar het kartonnen werk toe. 2 tientjes. En dan zie je heel de markt eigenlijk veranderen. Waar het vroeger heel duur was om zoiets te hebben, kan bijna nu iedereen het hebben. En ja, wat is het eigenlijk? Als je nu kijkt naar zo'n waar je telefoon in kan douwen. Ik zal het even uithalen. Zit gewoon mijn telefoon in. Dat is het eigenlijk. En om het nog even nog makkelijker te laten zien. Zoals de kartonnen nemen. Nou, hier eigenlijk vrij simpel. Klepje open, zullen we maar zeggen. Je leg je telefoon erin. En dan gaat het weer dicht. Ja. En als je goed kijkt, dan kan je ook zien dat er 2 vergrootglazen in zitten. 2 lenzen. Nou kan je ook vragen, nou was er een verschil tussen al die brillen? Maar dat wil ik je ook uitleggen. En wat ik dan wil uitleggen is de waarnemingshoek. Dus verschillende brillen hebben verschillende waarnemingshoek. Wat is het eigenlijk? Hoeveel je ziet. Dus sommige brillen, die laten iets van, eigenlijk zo noemen ze 30 graden. Dus als je kijkt, kan je bijvoorbeeld dit zien. Andere brillen laten we wat meer zien, 45 graden. De meest fancy brillen, zullen we maar zeggen, die ik hier heb, is 90 graden. Dan vraag je je af, hoeveel ziet je normaal nou eigenlijk? Nou, normaal als je je ogen recht vooruit hebt, kan je 180 graden. Nou is nog niet helemaal het verhaal. Het andere verhaal wat je nodig hebt, is de grootte van de schermpjes erin. Hier kan je zien, heb ik een paar plaatjes gemaakt van de grootte van de schermpjes. Het aantal resolutie. Die verschilt een klein beetje in de brillen. Nou, zie ik u al denken, de mensen die echt goed opletten, hoe kan het nou als je 90 graden hebt en hetzelfde schermpje hebben, een beetje verschillend, hoe doe je dat nou? Nou, denk er even terug. Hey, het is eigenlijk net als de panoramische schilderijen. Dus sommige hebben zo'n schermpje en sommige zo, maar ze hebben allemaal zo'n klein schermpje. Hoe past dat nou? Nou, dan komt eigenlijk die truc van die lens. En wat is die lens nou eigenlijk aan het doen? Nou, ik moet even denken, heb ik heel hard thuis hard wezen klussen. Dit is eigenlijk gewoon het schermpje. En wat een lens nou eigenlijk doet, is rekt het helemaal uit. Ja? Dus je kan die pixels eigenlijk heel groot zien. Nou, ik heb ook nog een ander plaatje. En dan zie je eigenlijk, ik heb nu gewoon een foto genomen, hoe je dat door die verschillende brillen kan zien. Dus sommige zie je die kerk heel groot, maar de rest eigenlijk niet. Dus eigenlijk zie je dat die lens heel groot, ja, vergroot is. Terwijl andere brillen zie je veel kleiner, maar dan zie je wel veel meer de kerk, die eendjes en alles eromheen. Nou, nu beginnen jullie al te denken van, wat is nou het beste om te hebben? En dat ligt er een beetje aan wat je eigenlijk wil gaan doen met zo'n apparaat. Stel voor, als je bijvoorbeeld die rollercoaster hebt, dan heb je heel belangrijk dat je dit hebt, die beweging dat dit heel veel voorbij vliegt. Nou, dan maakt het niet zoveel uit dat je niet zulke kleine details kan zien. Dan gaat het vooral om die hoek die je groot moet hebben. Wil je nou een andere applicatie, bijvoorbeeld een applicatie waarmee je met een avatar, een virtuele karakter, wil gaan praten, dan moet je het gezicht goed kunnen zien. Nou, dan is het belangrijk dat je veel resolutie heel klein goed kan kijken. Dus dat is een beetje verschillend. Nou, dat is 1 ding. En wat een ander ding wat belangrijk is, hoe die trekker je nou eigenlijk volgt. Want ik zei al, je kan je ogen bewegen, maar je kan natuurlijk ook je hoofd gaan bewegen met zo'n virtuele bril op. Dan moet die computer eigenlijk nagaan waar je precies met je hoofd zit. Want dan past hij de wereld van aan. En als je die kant kijkt, dan moet hij die kant van de virtuele wereld laten zien. En als je hoofd die kant opdraait, moet hij die kant. Nou, wat ze nou eigenlijk gaan doen, is het aantal vrijheidsgraden bekijken. Nou, wat is dat nou weer, vrijheidsgraden? Nou, dat probeer ik even te laten zien. Dit is niet een van mijn oud-studenten. Wees niet bang. Vrijheidsgraden, kan je denken, zijn eigenlijk bewegingen waar je naartoe kan gaan. Dus 1 vrijheidsgraad is bijvoorbeeld dat je hoofd zou deze kant op kunnen. Ja, dus die kant, die stok volgen. Hij kan ook die kant op. Ja, en die. Snap ik al meegeteld heb, 3 vrijheidsgraden. 3 vrijheidsgraden voor de positie van je hoofd te volgen. Dan kan ik er nog 3 bij doen. En die zijn eigenlijk zo ronddraaien. Zo. En zo. Dus de rotatie van je hoofd. Nou, dat probeer je dus ook met een computer te volgen, met die brillen. Nou, even te laten zien wat dat nou precies is. Dit was een beetje een oud systeem. Behoorlijk ding. Ook behoorlijk zwaar.
En wat genereerde dit eigenlijk? Is eigenlijk een vierkante kubus om je heen met een magnetisch veld. En als je dan je hoofd beweegde, werd dat magnetisch veld verstoord. En dan kon je dus bepalen waar je hoofd was. Dat was één manier, maar vrij zwaar. Wat je nu vaak ziet, zijn veel simpele methodes. Bijvoorbeeld deze. Bij die. Het is infrarood. Deze hangt dan bijvoorbeeld over je beeldscherm heen. En als je draait, wordt de infrarood eigenlijk gemeten waar je hoofd nou precies zit. Een stukje makkelijker, minder zwaar zullen we maar zeggen. Maar zo kan je het dus meten. Ja. Nou heb ik al een heel stukje verteld over de hardware. En nu wil ik eigenlijk iets gaan laten zien hoe het er echt uitziet met de software. Hoe maak je zoiets? En daar had ik van tevoren een proefpersoon voor gevraagd. Wil je even komen helpen? Klein applausje, waar gaat ons helpen? Okay. Ga je zitten? Misschien moeten we iets dichterbij, want die kamer is niet zo lang. Okay. Wat is jouw naam trouwens? Laurens. Laurens, dankjewel. Ga even zitten. Dan gaan we het even heel moeilijk doen. We gaan even de bril eerst pakken. Die zet ik iets achteruit. Okay, en dan ga ik hem op je hoofd zetten. Als het goed is, zie je niks. Ja? Ja. Okay, nou ga ik even om je heen lopen. En dan gaan we eens beginnen. Okay. Nou, wat ik nu het eerste heb gedaan, is eigenlijk de panoramische schilderij heb ik gemaakt voor je. Dus kijk maar om je heen. En dat noemen we een skybox. Nou, heeft deze maar een trekker die eigenlijk alleen hoofdrotaties doet. Dus als jij iets omhoog gaat, probeer te staan. Ga maar staan. En ga een beetje zakken, naar mijn hoofd, naar beneden. Nee, door je knieën gaan een beetje. Hè? Zie je, dat verandert helemaal niks. Maar hij heeft niet door wat de positie van je hoofd is. Ga maar weer zitten. Hij houdt alleen maar bij deze computer hoe je hoofd draait. Dus 3 vrijheidsgraden zijn die rotatiegraden. Okay. Dit is een beetje saai, dus we gaan er iets aan doen. We zetten er wat stoeltjes neer, ja? Zo bouw ik het langzaam op. Maar een echt college zit er veel meer, zit ook virtuele karakters. Ja, avatars. Nou, kijk maar om je heen, ze kijken allemaal een beetje naar jou. Ja, klopt. Ja, oh, ja. We hebben je duidelijk in de gaten, nou, dus pas op. Okay, nou willen we een beetje emoties geven aan deze karakters. Ja, je hebt iets charmants gedaan, nou, dus het gaat goed. Ja? Oh. Dus hier kan ik dus eigenlijk nu wat emotie in de gezichten. Hè, we zijn wat statische poppetjes. Nu naar wat emotie in de gezichten. Nou, wat ik wil doen is animaties. Ik wil ze laten bewegen. En nu zitten ze alsof je iets interessants vertelt. Hè. Dus je bent nu een mooi college aan het geven. En iedereen luistert hartstikke goed. Je doet het hartstikke goed, trouwens. Hartstikke goed. Nu, wat doen ze nu? Armen over elkaar. Ja, ze worden wat kritischer. Ja. Je bent nu iets aan het vertellen wat ze niet echt willen aannemen van je. En nou, de volgende stap is iets wat ik zelf nooit tegenkom, maar ik heb gehoord bij andere docenten en andere universiteiten, komt dat wel eens voor. Ja, het publiek vindt het wat saai worden. Dus op die manier kan je stapje voor stapje opbouwen. En je begint met statische gedeeltes en nu dynamische gedeeltes. En nu blijven ze allemaal een beetje rustig naar je te kijken. Ja? Mm-hmm. Wat vind je ervan? Ja, het is mooi om te zien. Ja? Kijk maar goed om je heen. Ja. Dit is een collegezaal in Delft. Die hebben we helemaal nagebouwd. Okay. Nou, dankjewel, Laurens, voor deze demonstratie. Klein applausje natuurlijk. En je wacht maar naar je plaats. Ja. Hartstikke mooi nou. Maar wat kunnen we er nou mee? Nou, wat ik verwacht is dat dit heel interessant wordt voor gamen. Je kan het je voorstellen, spelletjes spelen met andere vrienden in de virtuele wereld. Maar wat ik ook denk wat je hiermee kunt gaan doen, is bijvoorbeeld als je Frans moet leren, in plaats van een boek doen, kan je gewoon in de virtuele wereld naar Frankrijk gaan. En kan je daar Frans studeren, lijkt me veel leuker. Maar ik zie ook mogelijkheden voor entertainment. Stel voor, je wil naar een voetbalwedstrijd. Zet die bril op en je zit in een stadion met allerlei andere mensen. Dat lijkt me veel spannender dan voor de televisiebuis zitten.
Nou, in het volgende college wil ik gaan kijken naar één speciale toepassing. En dat is eigenlijk hoe je virtual reality kan gebruiken bij het helpen, bij mensen voorkomen, of dan verbeteren of genezen van angststoornissen. Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben.